up, Mike Bros? Yo, what up, Mike Bros? Hoe is het nou dan? Lekker, lekker, lekker. We zijn er weer bij met een nieuwe video. And today, we're gonna talk English. We're gonna talk English because we're gonna catch some geocachings. Deze fucking random. Oh, goed zo. Oh joh, die snelweg staat hier ook al helemaal vast. Ja, het is Pinksterweekend, dames en heren. En de Duitsers dachten, laten we weer een keer naar het strand gaan. Ja, het is overal echt... toevallig valt het hier net eventjes mee. Maar net de weg hier naartoe was het echt super druk overal. De snelweg staat ook al de hele dag vast. Dus ja, we gaan lekker de Achterhoek in. We gaan even een catchje zoeken. Vangen. En ja, we nemen jullie lekker weer mee. Ja, het is een tijdje geleden man, catchje. Ja. We hebben recent nog een catcher gevangen. Ja, alleen na een hele lange tijd is gewoon de audio weer een keer niet goed gegaan. Maar ja, daar moeten we even mee leven. Daarom gaan we nu even een nieuwe zoeken. Dus hopen dat we hem kunnen vinden. Ja, die geocache die we dus hebben gepakt, we hebben echt 20 minuten gezocht. Ja. En dat ding lag dus gewoon... een soort van onder de bladeren lag een houten plaatje. Maar als je er overheen liep, dan voelde je gewoon echt niet dat er een houten plaatje zat. Gewoon midden in een bos. Gewoon allemaal bladeren overheen. Wat er omheen lag, was gewoon exact hetzelfde. Ja, echt lijp. Dus we hebben 20 minuten met die helm op lopen zoeken. Dat was echt een leuke video ook. En dan komen we erachter dat die audio van mijn microfoon niet goed had opgenomen. Dat die niet goed gelinkt was met de GoPro. Ja, dat is wel even zuur man, als je daar achter komt. Maar ja, fuck it. Het was wel een leuke geocache. En we hebben al toch een leuke dag gehad. Dus... boeien. Ja, en we hebben nog even shout-out naar, hoe heet hij ook weer? Jan Pieter, oh, ja. Toch? Mr. GP, man. GP. Die kwamen we tegen in de video, was wel lachen. Ja, dat was inderdaad wel geinig. We kwamen twee soort van volgers via het kanaal. Die ons eigenlijk volgen, zijn we op hetzelfde moment tegengekomen. Heel raar. Ja, tegen grappig, jongen. Die Stefan die laatst meereed met die rider vanaf MKC, waar die pizza's kan vreten. Ja, zeg ik, Stefan, die kwam ook nog langs rijden. Ik herkende hem gelijk, ik zei tegelijk tegen Lem van dat is die Stefan die met ons mee heeft gereden. Ja, en toen daarna stuurde hij ook gelijk op Insta een berichtje van, waren jullie dat? Dus als je ons spot, ook al ben je met de auto, ben je lopend, ontmoet ons man. Dan kunnen we lachen. Ja, op de motor, draai om en kom ons achterna. Oh, hier links, sorry. Hier? Ja. We gaan maar helemaal heen, joh. Waarom komen we altijd zulke busjes tegen? Ik heb het idee als we ergens zo in dit soort landwegjes komen, altijd dat soort auto's tegen, toch? Hoe bedoel je? Dat de tijdje terug ook al, van handhaving of zo toe. We zaten ook helemaal op van die landwegjes, weet je dat nog? Ja, ja. Oh ja. Met die huiskraan was dat, of niet? Ja. Ja, met die huiskraan, ja. Kijk eens hoe mooi Nederland is, jongens. De Achterhoek. Oh. Dit is lekker wonen, gek als je hier woont. Ja, echt wel. Schuurtje. Dat huis is niet eens heel groot, maar kijk wat voor omgeving je hebt. Waar je daar gaan zitten? Oh, dat is ook perfect, ja. Dat is echt fucking lekker. Ja, als dat ooit een keer mogelijk is, zoiets, jongen. Even kijken, hij zegt hier een beetje, ja, niet die doodlopende straat en gewoon met de bocht mee, zeg maar. Oh, pauper. Ik had al mijn haar van die microfoon in mijn mond, wil ik het wegvegen, veeg ik gewoon die hele dead cat veeg ik in één keer in mijn wang. Door je kat in je wang. Gewoon, ja, gewoon dat je in één keer zo'n hele half haar in je mond hebt, kerel. Zo, ik ben nu mijn haar aan het laten groeien, hè. Mm-hmm. En ik heb nu gewoon dat ik gewoon de haren in mijn zicht heb soms, man, nu met motorrijden. Maar hoe lang ga je laten groeien dan? Ja, weet ik nog niet. We laten het over aan de kijkers, man. Ja, we zijn niet met stage vandaag. Achter mij rijdt, mijn vriendin rijdt ook mee vandaag, stukkie. Heel klein stukje. Heel klein stukje, hoor. Echt heel klein stukje. Nou, dat was het. Kijk, dan gaat ze er vandoor. Nou, dat was het. Doei! Ja, als jullie heel goed opletten, dan remt ze dadelijk af, want ze hebben geen idee waar we naartoe moeten. Hey,
Wow, hoe dik zou het zijn als daar een geocache op laag rechts op die windmolen? Ja, en dat je daar op kan komen ook. Dat je daar op moet klimmen. Dat zou wel echt vet zijn, gek. Maar dat er dan zo'n trappetje hangt met van die touwtjes, toch? En van aan die houten trein. Ja, ja, dat iemand dat touwtjes. Fucking random gewoon, fucking gevaarlijk. Ja, zo'n hoogspanningsmast kan je wel inklimmen, hè? Ja, dat waren ze laat. Oh nee, toen was ik volgens mij... Ja, toen was ik wel te filmen, volgens mij. Op, in Arnhem, man, op de dijk. Waren van die gasten proberen daarin te klimmen, man. Ja, joh. Ja. Maar die staan op van die hele hoge betonnen blokken. En dan begint die mast, laat maar zeggen. Oh, ja. Maar dan heb je gewoon een trappetje. Want ja, als je daaraan onderhoud moet doen of zo, dan moet je natuurlijk ook omhoog kunnen. Ja, precies. Ja, in die hoogspanningsdingen heb je gewoon zo'n trap, ja. Ja. Maar die begint vaak iets hoger, zeg maar. Ja, klopt. Zo, dat paard is gek aan doen. Wat zou daar de boete voor zijn dan, als je erin klimt? Ik denk wel, ja, het is gewoon verboden terrein, denk ik, of zoiets. Ja. Ja, dat is wel lijp hoog, hoor. Valt me wel op dat je steeds minder van die dingen ziet, trouwens. Ja. Of we rijden gewoon niet. Ik zit nou even een beetje, oh ja, daarachter heb je een paar. Ja, ik wou zeggen, normaal heb je hier toch ook wel, oh ja, daar, ja. Kut zo, jongen. Ik had de hele vlieg gewoon in mijn helm, jongen, fucking kut. Oh. Er komen wel iets. Er begint iets te dagen dat we hier misschien al een keer geweest zijn ofzo. Ah, nee, ja, ik ben ook hier rechts zeker. Nee. Oh. Ja, hier rechts hebben we ook hier eentje gepakt, man. Weet je dat nog? Toen waren we zo vroeg, toch? Ja, het was gewoon echt om, weet je, 7 uur of zo. Even kijken. Hij zegt dat we hier links moeten. Hier? Ja. Dan gaan we de dingen zo op, de grote weg, toch? Oh nee. Ja, misschien. Nee. Oh, allemaal grind. Huh? Jawel. We gaan wel die grote weg op. Ik dacht, ik wacht even precies in de bocht. Ja, dat is wel perfect. Leek me wel zo veilig. Hier, zie je dit dan? Een dikke carport is gebouwd daar. Oeh, nice. Alsnog helemaal onder de boomhaars. Ja, hè? Helpen gemeten, allemaal gaten in het dak. Maak hem dan gewoon helemaal dicht, toch? Is hij nou aan het wachten op ons of wat? Ja, ik dacht dat hij wat harder reed, inderdaad. Ja, we stralen wel een soort autoriteit uit, dus hij was wel een beetje aan het wachten. Ja, is goed te kijken. Doe wheelie dan, doe wheelie. Doe wheelie dan, doe wheelie. Wat goud, jongen, dat filmpje. Ja, of niet? Zo laten opnaaien en dan gepakt worden door de Wouten. Van die apartjes, man. Van die Fiatjes. Ja, dik hoor. Ze zijn een routetje aan het rijden. Hé, zo wat dik hoor. Die middelste was dik, die zwaar zitten. Dan krijg je gewoon een evenementje, hoor. Fiat evenement. Oh, hier is het dadelijk ergens. Oké. Okay. Oh, ik zie daar een soort camping, of niet? Zou die daar weer liggen? Nou ja, dat denk ik ook. Zo vaak, man, op een camping hebben mensen niks te doen. Gaan ze zo'n ding aanmaken. Ja, gaan ze zo'n geocache maken. Ja, hier ligt hij zo ergens rechts. Hier, man. Hier moet hij ergens liggen. Waar? Hier ergens, ja. Oké. Gaan we motor daar links neerzetten? Ja, mijn motor die start echt een tijdje niet, toch? Kijk. Ik heb heel even het kabeltje eruit getrokken. Ja, beter. Ja. En sindsdien geen probleem meer gehad, dus dat moet er maar zijn geweest. I love Achterhoek. Oh, die van mij staat recht, jongen. Nou, zo goed. Ik denk niet dat die heel moeilijk is. Nee? Ik denk niet dat die heel moeilijk is. En waar baseer je dat op? Hij is 1,5 moeilijkheid. Oh, hij is nog wel een eindje lopen, of niet? Zal ik hem even snel pakken, dan kunnen we door. Even snel pakken. Klein vermoedertje wel waar hij ligt hier. Ja, hij ligt op... Wat dan? Hij ligt sowieso hier ergens. Bij die paal. Of daar bij die paal? Heb je? Ja, dat is hem sowieso. Dat grote ding? Ja, draai hem eraf. Kan je die eraf draaien? Nee, hè? Zit hij daar niet achter? Achterin? Huh? Zit hij hier niet in? Ja! Ja, netjes! Goeie zeg!
Huh? Ja, iets naar die kant. Ja, trek hem maar uit. Kijk al die Fiatjes, dat grappen. Ja, te grappen. Oh, er komen er nog meer. Echt? Ja. Maar, hey. We hebben... Ja, nice, man. Hoppakee. Ik zag dat blok, ik denk, ja, dat, wie maakt er nou zo'n blok? Dat hoort niet. Even een fotootje, man, met de Fiatjes. Dik. Echt wel vet, al die dingen. Oh, dit vind ik wel... Kijk, vorige keer hebben we echt 20 minuten moeten zoeken. Als je hem dan vindt, is wel satisfying, maar gewoon dat zoeken. Op een gegeven moment, na 10 minuten, kwartier, denk je, ah, kut. Ook omdat je helm op hebt, toch? Ja, man. Je denkt op een gegeven moment, denk je wel, ah, kloten. Ja, al last van de nek, jongen, op een gegeven moment. Oké, okay, we gaan nog even door. We gaan een lieveheersbeestje ook even pakken. Een lieveheersbeestje van Fozzy. 1,5 kilometer. Ja, gewoon omdat hij zo dichtbij is. Ja, omdat het al zo lang geleden is, man. Ja, omdat zo... We lopen voor zaken met die geocaches, pakken we nu gelijk 2 voor jullie. En jullie weten hoe goed wij hierin zijn. Wij stellen niet teleur. Dit gaan we filmen. Dit gaan we filmen. Moet je nou eens kijken hoe dit eruit ziet. Helemaal scheef zit hij erop. Ga weg. Nee. Ja. Iets terug. Wacht. Iets verder. Dat gaat helemaal niet goed. Gewoon vanaf de andere kant, Luc. Er zit wel echt mooi tussen, hoor. Ja. Nou, we gaan de Fiatjes achterna. Hey, let's go! Je hebt jouw alarmlichter nog aan. Oké, okay guys, we hebben er eentje en we gaan nog even door, hoor. We zijn niet te stoppen. Zij voor dat we deze nou niet kunnen vinden, dat is kut, jongen. Nee, we gaan hem sowieso pakken. Ja, we moeten deze vinden, man, al duurt het de rest van de dag. Oké, okay, maar hoe geinig, man, die kleine Fiatjes. Ja, ze hebben wel mooi weer ervoor, hè? Ja, echt wel. Je moet ook echt dit weer hebben om het op de toeren met zo'n karretje. Ja, dat was gelijk kapot zonder airco. Je moet ook echt gewoon... over zulke wegen rijden. Ja, een beetje die landweggetjes en zo. Ja. Ja, ik denk wat zou de topsnelheid zijn van zo'n ding? 100? 120? Ja, ik denk niet veel harder hoor. Ik denk het ook niet. Nou, gaan we gewoon even 2 geeuwtjes pakken in 1 video. Hoppa. Ja. Dat is wel mooi. Ja, dat heb je wel. Ja, deze is toevallig heel dichtbij. Ja, dat is ook niet altijd. Nee. Ja, die andere vonden ook wel heel snel, dus dat perfecto. En het is echt perfect weer, joh, hè? Niet te warm, niet te koud. Waar gaan we heen? Moet je met de bocht mee gewoon rechtdoor. Hier, mooie peren. Zo! Ging je gek doen? We waren even helemaal gek aan het worden. Ja, komt er die uitlaat van jou? Ja, sorry. Alsof ze daar wat aan hebben, toch? Ja, hier. Sorry. Oh, winkels gesloten, terras ook gesloten, zonde. Ah. Wat heb je zo'n boerenijsje, man? Ja. Dat is altijd wel lekker. In Angelo heb je zo'n. Een boerderijtje, toch? Volg ons even op Instagram, man. Dan zie je ons daar even lekker een ijsje pikken. Denk 500 meter moet hij daar ergens liggen. Ongeveer waar je nu rijdt. Echt? Ja. Hier? Ja. Daar ja, zeker? Ja, hierzo. Kutzooi. Kun je gewoon draaien. Ja, ik had net even een kleine zoomie, man. Ja, ik zag het. Dan rijd ik zo heel die geel catchy voorbij. Komt u eraan. Waar? Hier links? Ja, hier ergens. Ik zet hem gewoon hier neer. Oh, is allemaal los dan. Dit is serieus zo mooi gemaakt. Ik sta eigenlijk op het punt om een klein burn-outje te doen hier. Het is gewoon een huis ook. Oh. Ja, hè? Ja. Waar ligt hij dan? Hier aan deze kant. Oh, hij moet hier ergens liggen, bij die brievenbus, zegt hij. Echt? Oh, kijk dan. Kijk die films van TikTok, dat ze zo kijken met zo'n zonnebril dat je opeens zo'n krokodil ziet in het water? Ja, ja. Ja, dat lijkt een beetje op dit. Met zo'n filter. Ja. Ja, man. Wacht, doe eens die filter op dan. Wajo!
krokodil. Misschien zit hij hier. Fuck? What the fuck zie ik hier dan, gek? Wat? Wow! Oh, goed hè. Ja, ja, hij moet hier ergens liggen, denk ik. Ja, sowieso is dit de man. Fuck je eng beest hier. Riveersbeestje? Ja. Oh ja. Fucking eng beest. Hier, hij is een beetje zacht, of niet? Oh, hij zit hier achter. Ja, dat is vast. Eng beestje wel, hè? Ja. Huppa. Kling! Met een magneetje of zo? Ja, dat was hem. Ook easy, ook weer afgevinkt. Doei. Zuid-Afrika was hij op vakantie geweest. Oh, hè? Oh, gaaf. Ja, je kan, ze, ja, je kan ze inderdaad overal ter wereld kan je ze pakken. Wel echt leuk. Hey, dankjewel. Fijne dag. Ja, dan gaan we even ergens een ijsje eten, denk ik, hè? Ja, dat denk ik wel. Lekker. Nou, vond je het leuke video? Vergeet niet even te liken, vergeet niet te subscriben. subscribe en like. En dan zien we jullie in de volgende video weer, Nitro. We catchen jullie in de volgende video. Later. Hey. Zo, die was slecht.